Goedenavond. In Zweden zijn parlementsverkiezingen gehouden. Volgens een opiniepeiling van de Zweedse televisie is het verlies van de sociaal-democratische regeringspartij minder groot dan verwacht. Een teruggang van ongeveer 10% was voorspeld, maar het verlies blijft waarschijnlijk beperkt tot 6%. Toch heeft de partij van premier Carlsson de afgelopen 60 jaar nog nooit zoveel stemmen verloren als vandaag. De kans is groot dat Zweden nu een centrumrechtse coalitieregering krijgt, maar ook deze combinatie heeft, volgens de voorspellingen tot nu toe, minder dan 50% van de stemmen achter zich. Kroatië heeft gedreigd de vredesconferentie van de Europese gemeenschap te verlaten als er niet snel een einde komt aan het oorlogsgeweld in de republiek. De Kroatische minister van Buitenlandse Zaken, Ceparović, noemt het EG-vredesberaad zinloos nu het geweld dramatisch toeneemt. Voor het eerst klonk vanavond in Zagreb luchtalarm. Gevechtsvliegtuigen van de federale luchtmacht scheerden over de Kroatische hoofdstad, maar er werd niet geschoten. Eerder op de dag hebben Kroatische militairen 15 federale kazernes omsingeld, waaronder het hoofdkwartier van de Joegoslavische luchtmacht in Zagreb. Dit was de Nieuwsflits. Het late nieuws kunt u zien om 11:50. Graag tot dan.